Goedemiddag, deelnemers aan deze tweede sessie voor jullie. Denk ik tijdens deze inspiratiedag rond wiskunde in de eerste graad B-stroom. Ja, op zich werden we gevraagd om onze expertise rond wiskundeonderwijs in de B-stroom eventjes met jullie te delen. Ik denk dat dat hele grote woorden zijn en dat dat naar ons en ook naar Britt, denk ik, als leerkracht, toch een hoge verwachting is. Want ook daar ga ik jullie helaas onmiddellijk moeten teleurstellen. Ook wij hebben de handleidingen en de stappenplannen en hoe het perfect zou moeten verlopen uiteraard ook nog niet gevonden. Maar we hebben de voorbije jaren wel vanuit een visie heel goed nagedacht over hoe dat we met onze leerlingen in de eerste graad B-stroom, hoe we daar het beste uit kunnen halen. En dat is eigenlijk ons Flextra verhaal geworden. Ik ben Wesley Wouters, directeur van het Lenschool Turnhout. Op zich hebben we een breed beleidsteam. Ik heb nog één collega-directeur en daarnaast nog coördinatoren. Zelf heb ik als achtergrond, ben ik binnen de school gestart als leerkracht wiskunde. Old school, oude stijl. Ja, dus een nieuwe stijl. Dan laat ik over aan Britt om dat uit te leggen. Maar de oude stijl waarin dat je, bij manier van spreken, in het eerste jaar B-stroom toen, denk ik, 4 uur wiskunde per week had. Daarna heb ik op zich onze Cognosco-aanpak in de eerste graad A-stroom mee opgestart. Heb ik daar jarenlang de cluster wetenschappen gegeven en getrokken. En dan ben ik sinds een 6 à 7 jaren directeur van Talentschool Turnhout geworden. Ik doe het eerste deel van de sessie. Daarna sluit Britt het tweede deel, zal zij in gang zetten. Moesten er verder vragen zijn, ik denk inderdaad via de chat, zo hebben we daar straks ook gewerkt, zullen we die maximaal proberen te beantwoorden en in te spelen op jullie vragen of behoeftes. Ja. Nu het verloop op zich, we gaan door een aantal items. Eerst heel algemeen, oké, wie zijn we, zolang dat jullie weten, oké, dat is dan in school Turnhout en daarna zal Britt het van mij overnemen. Op zich Talentschool Turnhout, één school met 2 grote campussen, Campus Zenith en Campus Boomgaard. Campus Zenith vooral een campus met een harde sector, stemrichtingen, kunst en creatie zit daar ook, een grote grafische tak, omdat regio Turnhout toch nog heel veel grafische bedrijven heeft. Dan Campus Boomgaard, op zich een campus waar de leerlingen eerste graad A-stroom allemaal zitten, ook leerlingen eerste graad B-stroom en dan vooral ASO-richting en alle andere richtingen zachte sector. We hebben eigenlijk van eerste graad tot en met doorstroom, dubbel arbeid, hebben we in huis. En beweegt mijn PowerPoint bij jullie? Nee, dan ga ik die nog eens opnieuw delen. Ja. Oké, perfect. Op zich hebben we doorstroom dubbel en arbeid, waarmee we ook op zich van overtuigd zijn en dat leerlingen echt wel met hun talent bij ons terecht kunnen. We hebben momenteel een 78-tal studierichtingen en een 1100-tal leerlingen op de campussen rondlopen, die dan ook nog eens bij ons op internaat terecht kunnen. Ja, waar staan we als school voor? En dat is wel mooi om te zien, dat ook de doorlichting dat in 2018 zo ervaren heeft. Het is een citaat uit het doorlichtingsverslag. We proberen vooral in te spelen op die persoonlijke optimale ontwikkeling van onze lerenden op school. Ik denk onze structuur en met onze klascoaches, die toch een iets uitgebreidere rol krijgen dan een klassieke titularis, die echt wel dat welbevinden van die groep ook mee moet bewaken en ook een signaalfunctie heeft naar de leerlingbegeleiding. Helpt daar bij. En ik denk straks doorheen het verhaal van Britt ga je merken dat we toch ook in die B-stroom werken met hele duidelijke structuren voor onze leerlingen, waardoor zij eigenlijk ook in een hele veilige leer- en leefklimaat terechtkomen, waar dat zij maximaal tot ontplooiing kunnen komen. Nu, waarin zitten we daar? Want dat zijn allemaal hele mooie woorden. Maar op zich kiezen we voor persoonlijk innovatief en talentgericht onderwijs. Op zich het beeld links is een oud beeld van onze school van ettelijke jaren, decennia geleden, waarin je ziet die klassieke, klassikale opstelling en waarbij de leraar vooral dat lesverloop bepaalt, waarin de leerlingen eigenlijk ook het ritme van die leraar voor een stuk volgen.
ja, daar zijn we natuurlijk binnen het onderwijs, en ik neem aan, hè, bij jullie binnen de scholen voor een stuk ook wel, ja, daar zijn we ook bij ons wel voor een stuk van afgestapt. Dat betekent niet, hè, dat wij op zich geen lokalen of ruimtes hebben, hè, waar we die klassieke opstelling nog hebben staan, uiteraard ook. Hè. We vinden, hè, de instructie moet vooral functioneel zijn, hè, en op maat van de behoeften van onze leerlingen. Dus hier en daar hebben wij die klassikale opstelling. Maar daarnaast hebben wij zeker ook, ja, leeromgeving of leerzones waarin leerlingen op een andere manier tot leren kunnen komen. En dat kan. Hè, op Campus Boomgaard hebben wij agoras, hè, waar leerlingen zelfstandig of in groep kunnen gaan werken, en waar het meubilair ook, hè, anders is dan puur een bank en een stoel. Verder, ja, corona, hè, betekent, hè, ook, ja, dat digitaal aspect dat er dan extra bij komt. Gelukkig hebben we daar de voorbije jaren, hadden we daar, hè, ook al op ingezet. Maar het was ook niet onbelangrijk om nu daar expertise verder in op te bouwen en te doen. Dus ja, dat persoonlijk onderwijs, we proberen eigenlijk onze leerlingen in een leeromgeving te krijgen waarin ze, ja, afhankelijk van de onderwijsbehoeften, oftewel langer bij de leraar blijven in functie van verlengde instructie, maar waar mogelijk ook wel sneller zelfstandig of in groep, ja, via een onderzoekshouding, via een projectmatige werking, tot leren te komen. Ja, dan het innovatief karakter. Het is altijd, hè, leuk als je als school investeringen kan doen en dat je kan zorgen, hè, dat je de meest innovatieve infrastructuur in huis hebt. Hè. En dat is bij ons op school op zich zeker het geval, hè, als het gaat over lasercutters, 3D-printers, maar evengoed, en wanneer het gaat over onze hotelafdeling, ja, dat zijn goed uitgeruste didactische keukens. Dat is allemaal fijn, maar we proberen daar als school toch ook wel, ja, didactisch een innovatief verhaal aan te koppelen. En we merken ook wel dat we regelmatig vragen krijgen om die expertise te delen. En ik denk, na alle inspanningen, hè, die het team bij ons ook doet, dat dat wel een mooie erkenning is, dat we dat kunnen. Zo hebben we een aantal keer in reportages van klassen gestaan de voorbije jaren. Op Campus Zenit hebben we ook een Future Classroom geïnstalleerd voor de afdeling Informatica Beheer. Ben Bastiaanse is daar eigenlijk de ambassadeur voor. Hij heeft daar een reportage rond gegeven. Verder rond dat zelfgestuurd leren rond afstemming van schoolgebouw op pedagogische noden. Ook daar zijn we al binnen het GO. Maar evengoed binnen klasse al als goede praktijk gedeeld. En dat is wel tof en een mooie erkenning naar al het werk. En dan het talentgerichte. Ja, je zou geen talentenschool mogen zijn als je daar uiteraard ook geen aandacht voor hebt. Voor een stuk zit dat in ons heel breed studieaanbod. Ik denk dat wij als school, vooraleer de modernisering in voege is gegaan, daar al goed op hadden geanticipeerd, namelijk het werken met die studiedomeinen, het werken met dat eerste jaar waarin leerlingen heel breed kunnen gaan proeven van dat studieaanbod. Starten leerlingen bij ons in 1A of 1B, dan kunnen ze oftewel via talentmodules in de A-stroom zelf een pakketje gaan samenstellen van studiedomeinen die ze doorheen dat jaar willen verkennen. Zitten ze bij ons in de B-stroom, dan kiezen ze afhankelijk van de campus, krijgen ze praktijkmodules aangereikt. Op Campus Zenit zijn dat vooral STEM-modules en modules richting kunst en creatie, hout, elektriciteit, mechanica, print, media. Die zaken op Campus Boomgaard is dat dan vooral praktijkmodules richting de zachtere sectoren. Dus dit is ons aanbod in de eerste graad B-stroom. En voor de deelnemers misschien ook wel interessant om dat als achtergrond mee te hebben. Wat we proberen te doen, en ik ga ervan uit dat dat in alle secundaire scholen, als het gaat over de B-stroom, ook wel van toepassing is, dat we daar die leerlingenaantallen per klas toch enigszins proberen te beperken. Hè. We hebben daar een heel diverse instroom. En Britt zal daar zo dadelijk ook op dieper op ingaan. Dus een heel diverse instroom. We weten ook dat dat leerlingen zijn die niet altijd de grootste succeservaringen hebben gehad in de lagere school. Dus daar limiteren we eigenlijk het eerste jaar 12 à 13 leerlingen per klas. Tweede jaar soms 14, 15, iets in die richting. Maar we proberen het wel beheersbaar te houden. Eén voor de leerlingen zelf, maar anderzijds ook voor de leraren die voor die klasgroepen staan. Ik hoop dat Britt ondertussen de presentatie ziet bewegen en dat zij ook de dia kan zien die er nu staat. Ik zal misschien al heel eventjes gewoon verder gaan, hè, dat jullie niet per se daarop moeten wachten. Maar op zich, ik denk dat de items die hier staan, dat die voor heel veel scholen B-stroom en BSO wel herkenbaar zijn.
En voordat dat wij met Flexstra starten, we zijn gestart in 2016, denk ik, ja, merkten we toch wel dat daar heel wat leerlingen tegen gedragsproblemen aan liepen. Waardoor dat je ja, hier en daar toch wel wat procedures lopende had. Leerlingen die definitief verwijderd werden van de school. Ben het nu eventjes gaan navragen op Campus Boomgaard bij ons, hè, over hoeveel aantallen dat momenteel naar gaat. En naar mijn aanvoelen ja, valt dat dan relatief mee. En elk kind dat definitief verwijderd wordt, is te veel. Maar zowel in het eerste jaar hebben we dit jaar en nu 1 leerling gehad. In dat geval in het tweede jaar ook 1 leerling gehad. Maar we proberen eigenlijk wel via onze Flexstra aanpak maximaal in te spelen op een kernteam van leraren rond die leerlingen, zodanig dat die gedragsmoeilijkheden of die uitdagingen die zich soms toch wel stellen in de B-stroom, dat die maximaal door dat kernteam van leraren gecapteerd wordt. Dat eigenlijk niet leerlingen al te veel doorverwezen moeten worden naar onze gedragscoach of naar de leerlingenbegeleiding, maar dat we eigenlijk proberen te vertrekken vanuit een brede basiszorg voor al onze leerlingen, door te werken met dat kernteam, door te werken met een vakklasraad, waar we straks ook nog meer over zullen vertellen. Ja, daarnet al gezegd, die beperkte succeservaring bij sommige leerlingen vanuit de lagere school. Ja, ik kon niet mee in de lagere school. Voor wiskunde was ik niet goed, terwijl mijn andere klasgenoten dat dan weer wel waren. En ja, ik kreeg de boodschap en na het vijfde leerjaar, ja, maak misschien toch al maar een sprongetje richting het secundair. Ja, leerlingen zitten daar ook op verschillende niveaus te werken, vaak in de lagere school, stromen dan in het secundair. Ja, daar moet je dan als secundaire leraar maar op proberen in te spelen. Dus ook vanuit die behoefte is dan Flexstra bij ons ontstaan. Ja, verder, zo taken afgeven, wanneer je een huiswerk mee naar huis geeft, ofwel komt het dan niet terug, ofwel is het niet gemaakt, of dus dergelijke frustraties, dat waren dingen die wel leefden bij onze leerkrachten. Materiaal vergeten, zo'n heel typische, zelfs geen pen bij hebben. Die lage taakinspanning, gebrek aan zelfstandig werk, leerlingen waren het heel hard gewoon om op zich van lesje naar lesje te springen, waarin dat de leraar ook altijd het initiatief nam. Tussen die verschillende leraren, we hadden voorgaande leraren, wiskunde leraar, natuurwetenschappen leraar, die hadden allemaal zo wat hun eigen gewoontes en regels en afspraken. Dat liep dan ook niet altijd lekker, want die leerlingen wouden dan eigenlijk vooral structuur en duidelijkheid. En dan missen we dan hier en daar die weinig contacturen en dat springen van lesuur naar lesuur. Het M-decreet, dat dan ook sinds een aantal jaren invoegen is, op zich 1/5 van onze leerlingen en nu in het eerste jaar B-stroom. Hij komt uit het buitengewoon basisonderwijs. Nog eens 6% hij komt uit onze OCAN-richtingen. We hebben zelf ook een eigen OCAN, maar daar is zelfs ook instroom vanuit andere OCAN's in ons eerste jaar. En dan eigenlijk ook toch wel in een Turnhoutse context, waarin dat er toch wel best wat kansarmoede is. 1 op 4 van de kinderen die geboren worden in Turnhout groeien op in een gezin met kansarmoede. Dus dat betekent ook dat wij naar gokindicatoren, naar schooltoelagen, opleidingsniveau, moedertaal, dat thuis gesproken wordt, dat we daar best wel hard op aantikken en dat eigenlijk 69% van onze leerlingen een indicatorleerling is. Nu, waar zijn wij op zich de ideeën gaan halen? Hè? Mijn collega-directeur, die nu terug opnieuw is gaan lesgeven, is eigenlijk inspiratie gaan halen bij de Prins in Dienst. Hè? Zij werkte eigenlijk al op een gelijkaardige manier zoals wij nu aan het werken zijn. We hebben het natuurlijk wel afgestemd op maat van onze school. Maar daar is het eerste zaadje wel geplant om met ons team van leraren aan de slag te gaan. En we hebben daar wel het geluk gehad dat die collega's ook wel aanvoelden vanuit die problematieken die daarnet zijn geschetst van, oftewel blijven we nog jaren tegen die frustraties, die uitdagingen aanlopen, oftewel gaan we eens met een andere bril kijken en proberen daar toch een andere aanpak voor die leerlingen te bedenken. En dan zijn zij hun manier van lesgeven in vraag gaan stellen. En zijn we eigenlijk afgestapt van die aparte vakken op zich. En zij hebben overgestapt naar het project Algemene Vakken, waarin dat we eigenlijk projectmatig de verschillende componenten die binnen PAV aan bod komen, geïntegreerd aanleren bij onze leerling.
Ja, dat betekent ook hè, ja, automatisch, hè, wanneer je PAV inricht als school, ja, dat je daar één leerkracht op zet, waardoor dat die meer hè, contacturen heeft in de klas waarin die staat. En ja, wat maakt dat natuurlijk die band met die leerlingen duidelijker is, ja, dat die regelsafspraken ook duidelijker zijn binnen de klasgroep. En naast PAV bij ons, de leerkrachten die PAV geven bij ons in de eerste graad B-stroom, die geven heel vaak ook nog het vak klasraad dat door de klascoach wordt gegeven. Geeft ook nog heel vaak het vak onderzoek, dat is nog eens 2 uur extra per week. Dus ja, sommige leerlingen hebben bij ons in de eerste graad leerkrachten 13 à 15 uur per week. En dan uiteraard nog een aantal ja, leerkrachten apart, waaronder LO, CREA, dat zijn dan nog individuele leerlingen. Ja, onze aanpak verder. Ja, vanuit de lessentabel op zich, PAV en taal is 1 cluster bij ons waarin 9 uur PAV zit en dan 4 uur taal met 2 uur Engels en 2 uur Frans. Leerlingen krijgen bij ons uiteraard op 2 uur POMO binnen het vak CREA, 2 uur sport, 2 uur leesbeschouwing. 2 uur onderzoek, op zich ja, niet een algemeen gehanteerd begrip, denk ik, binnen de school. Maar binnen onderzoek proberen we eigenlijk op een projectmatige manier aan de slag te gaan met de transversale eindtermen. Dus daar werken we rond digitale competenties, rond verkeersveiligheid, rond het leren voelen, voeren van een onderzoek. Leerstrategieën worden daar aangeleerd. Maar eigenlijk altijd via projectmatige benadering, zodanig dat de dingen contextueel worden aangeleerd en ook toegepast kunnen worden binnen de andere vakken. 1 uurtje burgerschap en dan 1 uurtje klasraad, dat is echt dat klasuurtje samen met de klascoach, waarin op zich de weekplanning, hè, waar we het straks over zullen hebben, wordt overlopen met de klas, van oké, wat gaan we deze week nu doen en welke leerdoelen staan deze week op de planning, hoe gaat de week er ongeveer uitzien. Maar anderzijds wordt daar ja, door de klascoach ook wel het welbevinden van de klasgroep mee bewaakt. En dat kan zijn hè, dat er klasgesprekken plaatsvinden, dat er ja, activiteiten rond groepsdynamica plaatsvinden, dat er gewerkt wordt rond sociale vaardigheden, zodat we ook vanuit klasraad en onderzoek echt de evaluatie van die transversale eindtermen op een ja, goede manier kunnen uitvoeren. En dan afhankelijk van de campus ja, krijgen de leerlingen een pakketje praktijkmodules. Op campus Boomgaard zijn het die 4, vooral de zachte sector. En dan ja, de techniekdoelen zitten dan onder STEM. En dan bij 1B, talent op Zenit, is het vooral ja, de hardere sector, kunst en creatie, waarin dat die leerlingen eigenlijk elke week die praktijkmodules volgen en op basis daarvan talentenrapportjes krijgen. En dan hopelijk op het einde van het jaar heel goed weten ja, welke richting ze uit willen in dat tweede jaar, dat toch al iets specifieker wordt om dan richting dat derde jaar een keuze te maken uit onze studiedomein. Nu heb ik al heel veel. We werken met weekplanningen. Daarnet al gezegd. Ja, Britt laat me ook weten, werkt gewoon niet, dus zij raakt nergens meer in, terwijl het daar straks wel lukte. Maar wat we doen met de weekplanning is op zich, daar is het heel duidelijk voor leerlingen wat er van hen verwacht wordt. Hè. Hier in deze weekplanning staat nu heel duidelijk, oké, er zal een klassikale instructie zijn rond de leerinhouden die erbij staan. Er staat heel duidelijk bij waar in de cursus leerlingen dat kunnen terugvinden. En eigenlijk weten zij ook, de leraar gaat daar uitleg over geven. Ja. Betekent dat al die leerlingen die een uitleg moeten volgen, op zich niet. Dat kan een beetje op maat van de individuele leerling zijn. In eerste instantie, wanneer we in september starten bij onze leerlingen 1B met een heel diverse instroom, gaan we vooral klassikaal die weekplanningen opbouwen, gaan we dat klassikaal doorlopen. Maar doorheen het jaar kan het ook zijn dat de leerling op basis van de doelen die daar staan zegt van ja, maar ja, eigenlijk, ja, ik ben daar best wel goed in. In de lagere school kon ik. Effectief wel die vermenigvuldigingen toepassen. Dus ik ga die instructie niet volgen. Ik blijf wel in de klas, maar ik ga niet actief de instructie volgen, maar ik ga vooral al zelf starten. Leerlingen kunnen bij ons ook naar de Agora gaan, indien ze dat willen. Ja, het is voor een stuk leerling gestuurd, maar anderzijds ook leerkracht gestuurd. Het is niet zo dat de autonome beslissing alleen maar bij de leerling zit. En daarom ook die tweede stap daar, en die ben ik mee. Dat is eigenlijk om na de klassikale instructie, of wanneer een leerling die instructie niet gevolgd heeft, om te kijken van, kan ik het al of kan ik het nog niet? En wat heb ik nog nodig om het wel te kunnen?
Ja, dus dat zit ook standaard verwerkt in de cursussen van onze leraren. En leerlingen zien heel duidelijk via de weekplanning, ja, moet ik die alleen maken of ja, moet ik die met klasgenoten of wat dan ook maken. Ja, staat ook heel duidelijk bij, hoe moet ik verbeteren? En dat icoontje dat daar staat, dat betekent dat de leerling bij de leerkracht de check gaat moeten komen doen, zodat de leraar ook ja, notie heeft van, kan hij het al of kan hij het niet? Of moet hij vooral ook effectief ja, die verlengde instructie bij mij blijven volgen? Ja dan nee. Dus daar wordt ook de controle uitgevoerd, de handtekening gezet, zodat de leraar op het einde van de rit, op het einde van de week, ook overzicht heeft van wie staat waar. Hè. Wat we daar ook doen, is via de Beamer, er wordt ook altijd op zich geprojecteerd waar welke leerling in zijn leerproces al staat. En zo wordt met kleurcodes gewerkt. En zo kan eigenlijk ja, de leraar enerzijds in de gaten houden van hoe ver leerlingen staan. Maar kunnen leerlingen ook van elkaar zien hoe ver ze staan in dat leerproces. Wat maakt dat ze hier en daar, ook wanneer dat ze moeten samenwerken, perfect zien van bij wie kan ik nu gaan aansluiten en bij wie niet. Ja. En dan verder, die 2.5, die derde stap, is dan eigenlijk de individuele oefenfase waarbij leerlingen na afgelopen jaar een verbetersleutel moeten hanteren, zelfcorrectie moeten gaan doen. En die weekplanning, vooral als doel hè, om autonomie ook bij leerlingen te leggen, in te zetten op die zelfsturende vaardigheden, hè, die binnen de nieuwe eindtermen toch ook niet onbelangrijk zijn. En het biedt anderzijds voor leerlingen ook voldoende duidelijkheid en structuur. Ja. Wat daar misschien nog wel belangrijk is om mee te geven, is we proberen waar mogelijk leraren parallel te roosteren of klasgroepen parallel te roosteren. Wat maakt dat ook klasdoorbrekend gewerkt kan worden. Nu natuurlijk met corona is dat een ander gegeven, maar in normale omstandigheden ja, zou het dus perfect kunnen zijn hè, dat Britt, een van onze leerkrachten, een verlengde instructie geeft rond de vermenigvuldiging, terwijl bijvoorbeeld Hanne en Joris bij ons dan al echt ja, de leerlingen gaan kunnen begeleiden die individueel aan de slag zijn. Ja, dus daar proberen we ook op in te spelen. Dan naar differentiatie toe, en ook dat is altijd, denk ik, een uitdaging. En daarnet al gezegd, die klassikale instructie op zich is dat vrije keuze. Hier en daar wordt dat ook nog wel bepaald door de leraar. Die co-teaching heb ik daarnet ook gezegd. En dan die remediering. Momenteel doen de leraren dat op basis van toetsmomenten. Wat maakt dat op de toets, en je ziet het daar ook staan, een stukje van de toets, waarin eigenlijk op leerlingniveau ja, de eindterm vertaald wordt in leerlingentaal, en waarbij dan wordt aangeduid, ja, is die eindterm bereikt, net wel of net niet bereikt, en dan gaat men remediëren, en dan werkt men eigenlijk met drie sporen. Dus ik denk met een vierkantje, een driehoekje en een cirkeltje, ga ik maar zeggen, en zodat dat voor leerlingen ook helder en duidelijk is, wat ze daar moeten doen. Ik zie Britt terug verschijnen, fantastisch. Ja. Er was hier van alles aan het crashen en aan het doen. Dat is zeker niet aan de orde. Die hebben mij heel goed geholpen. En uiteindelijk moest ik dit mooie ding hier voor mij eventjes terug heropstarten. Voilà, Britt. Ik heb eigenlijk de collega deelnemers al meegenomen in de weekplanning. Ik heb eigenlijk jouw verhaal van daar straks zo goed mogelijk proberen te reproduceren. We waren nu bij differentiatie beland. Maar ik denk dat stukje mag je zeker nog wel eens volledig opnieuw vastnemen. Oké, goed. Ik zal me eerst ook nog even kort voorstellen. Ik ben dus collega en leerkracht Flextra. Ik sta nu helemaal in de graad van de B-stroom. Vorig jaar stond ik ook in de tweede graad. Daar was het nog vooral specifiek echt PAV. En ik Flextra verhaal, dat ik me daar toch meer in thuis voelde. En dat ik het idee had dat ik de leerling daar ook echt mee had. Dus ik ben heel dankbaar dat ik daar nu ook helemaal in mag staan. Ben ik ook sociaal werkster van vooropleiding, wat wel maakt dat we zeker in zo'n vak zoals klasraad en dergelijke en het inspelen op onze leerlingen voor mij wel heel boeiend maakt, maar ook wel zeer echt en een goed inlevingsvermogen in wat de leerlingen nodig hebben. En ik denk een goede eerste aanpak op nog veel wegen die wij af te leggen hebben is. Dus inderdaad onze vrije klassikale instructie. Er zijn veel leerlingen die soms denken van ik heb daar geen zin in. En die zullen dan, als ze bij de Ben Ik Mee, bij mij of bij collega's op controle komen, tegen de lamp lopen dat ze waarschijnlijk nog... En dan zullen ze toch nog een kleine klassikale leg
in een kleinere groep met mij nodig hebben voor de leerlingen die nog eens eventjes die extra uitleg nodig hebben. Die remedieringen die doen wij dan vaak na een toets. En zoals je daar in het chat kan zien, krijgen ze het driesporenbeleid dat Wesley net had toegelicht. En dat is ook heel hard maatwerk. Hè. Soms kan het ook zijn dat er eigenlijk niemand instructie nodig heeft, maar dat je toch ziet dat er iemand gewoon nog niet mee is of zo, dan vind ik het ook heel fijn om eigenlijk de andere leerlingen in de klas en net diegene, die drie bijvoorbeeld, met mij mee te pakken naar de agro, hen daar rond een tafel te gaan zitten en eventjes op de bal samen met hen de oefeningen toch aan te pakken, zodat je zeker weet dat iedereen mee is. Je ziet een verhoogde motivatie bij hen, ook het welbevinden en de leerwinst. Ik zie bijna nooit iemand die niet klaar is met zijn weekplanning, tenzij dat ze bij wijze van spreken een uur hebben gespendeerd aan een balpen uit en in elkaar te steken. En dan ben ik in principe, ja, dan heb je maar wat meer huiswerk als ik het jou al drie keer heb gevraagd om daarmee te stoppen. Dus dat is een beetje trial and error voor sommige leerlingen. Maar het werkt wel en het geeft hen vooral ook een heel duidelijk beeld en geeft ook veel voorbereiding aan het begin van de week van oké, wat staat mij deze week te wachten? Waardoor dat ze eigenlijk ook weten van oké, ik heb goed gewerkt, ik heb het onder de knie. En zichzelf zijn van yes, ik ben deze week klaar geraakt. Nu kan je nog een steropdracht gaan maken of iets leuks doen, een educatief spel. Een leeskwartiertje inlassen. Dus dat zijn allemaal wel heel fijne dingen om rond te werken. Na onze aanpak gaat onze droom die wij nog hebben, dus zoals al aan het begin van de presentatie is toegelicht, wij zijn echt geen professionals daar nog niet in. We zijn daar nog niet perfect in en wij hebben ook zeker nog dromen. Bijvoorbeeld die remediering, dat is iets wat goed gegaan is. Dat was iets op papier. En dan kwam corona en gingen we alles digitaliseren. Iets positiefs vind ik zelf. Toetsen op boekwidgets zorgt voor beter druk, eenmaal ze allemaal gemaakt zijn. Maar ja, hoe gaan we dan die remediering aanpakken? Dat is wat moeilijk. Het is een beetje zicht dan ook, als je dat ook nog eens digitaliseert. Ik ga er dit jaar een beetje tussenuit. Zeker bij het eerste jaar tot komen. Gelukkig heeft Bookwidget aangeboden hier rond en gaat een van mijn collega's die binnenkort volgen en hopen wij hier natuurlijk weer wat wijzer uit te worden en daar volgend jaar terug mee aan de slag te kunnen gaan. Heel tof ook om dat te maken en om dat... maar we zijn een team van vier vaste Flextra collega's. Wat maakt dat je natuurlijk wel wat werk hebt. En in onze ogen zou het ook super zijn dat we net zoals hier ergens onze kennis kunnen delen met mensen die op die manier ook werken. En dat we van elkaar heel veel kunnen leren, maar ook delen en geven. Dus dat zou wel heel fijn zijn als we zo eigenlijk onze expertise nog meer allemaal uitbreiden. Extra ondersteuning bieden naar zorgbehoevende kinderen. Dus door nog meer in te spelen op die co-teaching vooral. Wetende, ach, hier is iets aan het gebeuren in de klas en ik wil die twee even apart. Ja. Wij natuurlijk ook echt onze lokalen naast elkaar hebben, dus ik zet de deur open. Ik kan eventjes kort contact maken met mijn collega en ik kan zeggen van, ik neem die twee er even mee uit. En je kunt dat meteen aanpakken. Dus dat is het voordeel aan die grote contacturen. Je bent ook het eerste aanspreekpunt vaak voor je leerlingen. Maakt het wel gemakkelijker om daarop in te spelen. Zich niet te lang laat aanslepen, zeker als dat niet nodig is. Zijn we ook wel heel dankbaar in het ondersteuningsnetwerk. Die kunnen ook echt heel veel hulp bieden, zeker voor de leerlingen die het echt extra nodig hebben. Of soms als die leerling de goede weg op aan het gaan is, kan dat ook een klassieke ondersteuning een beetje worden. En dat geeft als leerkracht altijd wel een beetje rust. En dat zou nog iets zijn waar we veel harder op zouden kunnen inspelen als we voor het beleid zouden kunnen lesgeven in plaats van enkel kunnen remediëren. Dus dat we eigenlijk echt al vanaf bijna de klassikale instructie
kunnen onderverdelen en kunnen zeggen in die klas zit de rondjes, in die klas de vierkantjes en daar de rechthoekjes. En dat je daar natuurlijk op gaat lesgeven, maar dat betekent natuurlijk, hoe gaan we dat doen met cursusmateriaal? Dus dat zijn nog allemaal vragen die wij onszelf ook stellen en dromen, die we denk ik zeker mogen hebben. Voilà, dat is denk ik het grootste deeltje dat ik zeker aan wou toelichten. Eventueel een deel van de cursus of de weekplanning nog langer tonen, indien dat dat fijn zou zijn voor jullie. Als het duidelijk is, is dat natuurlijk niet nodig. Er was een vraag rond die weekplanning, namelijk of dat jullie vooral wiskunde taal oefenen of eerder wetenschappen, of bijkomend liever gezegd ook wetenschappen geschiedenis. Misschien dat je daar nu aansluitend ook al kan op antwoorden. Ja, dankjewel voor de samenvatting. Eigenlijk heel verschillend per bundel. Zal de wiskunde, zoals het in formule bijvoorbeeld zou staan, of de pure taal, zeker ook aan bod komen, maar ook wetenschappen, ook rekenkunde zal aan bod komen. Dit is nu een weekplanning uit het deeltje Reading is my superpower. Dus dat gaat vooral inspelen op Nederlands, op lezen. Dat was natuurlijk ook in de boekenweek dat dit thema aan bod kwam. Op strips inspelen en daarbij het volgende thema dat aan bod gaat komen binnen 2 weken is bijvoorbeeld Home Becomes History. Dus daar komt dan heel veel geschiedenis in aan bod. Maar daar zal ook Nederlands in staan, daar zal ook wiskunde in staan. Het fijnste daaraan is denk ik dat de leerlingen soms zelf niet beseffen die in het begin van het jaar zeggen van oh mevrouw, ik ben echt niet goed in wiskunde. Dat ze dan aan het maken zijn en dat aan het doen zijn. Vooral die op mijn maat komt het meeste aan bod bij wiskunde. Zou natuurlijk fijn zijn moesten we daar nog in kunnen uitbreiden bij de andere deelvakken. Hoe wij het overzicht bewaren is een heel goede vraag. We hebben daar een heel mooi groot Excel voor dat we ook hebben verkregen. Ik denk dat het was die daar via het GO hoofd is van PAV. En wij hebben ook echt een heel groot jaarplan. Welk stukje wiskunde in welk thema aan bod komt, welk stuk Nederlands. En daarmee checken we eigenlijk af van kijk, hebben wij nu echt alle eindtermen gezien? En zo komen we toch tot het hele geheeltje. Ik ben tussendoor even aan het kijken tussen jullie vragen, maar ze zijn allemaal net niet zo lang om snel te lezen. Misschien even op bundelen, dat was eigenlijk heel in het begin een vraag of dat jullie nog met handboeken werken, hoeveel leerkrachten dat er in een klas staan. Misschien eerst die en dan misschien heel kort nog de derde vraag die er al geopperd was van verschil tussen PAV dan en Flextra. Ja, met handboeken, dus voor Flextra werken wij enkel met de bundels die wij zelf maken. Natuurlijk herkend, dus wij doen wel inspiratie op. In samenwerking met uitgevers. Dit is daar een voorbeeldje van. En wij staan met 4 vaste leerkrachten Flextra, waarvan eigenlijk 3 per... Dus 3 in het eerste jaar, 3 in het tweede jaar. Maar natuurlijk onze leerkrachten Engels en Frans, die hebben nog wel een handboek. Dus op die manier hebben ze dat toch nog, maar als ze eigenlijk voor al deze onderdelen van vakken handboeken zouden moeten aankopen, zou dat ook echt wel een heel dure rekening voor hen worden. Dus op dat vlak is dit ook wel heel fijn om het zo te kunnen doen. En dan die andere vraag dat Annette herhaald had, nu moet ik alweer eventjes nadenken. Wat had die ja, wat? Het verschil tussen PAV dan en Flex. Ja. Jullie Het grote verschil in mijn ogen gaat dan echt bij PAV. Heb je al die bundeling van die vakken en is projecten, dus aan de hand van projecten die delen behandelen. Maar met Flextra willen wij nog meer inspelen op die weekplanningen, dat differentiëren. Dat zijn allemaal dingen die als je het vak PAV of de bundels die er zijn in de tweede en derde graad van PAV niet echt mee aan bod komen. Het is allemaal materiaal dat daar zelf nog via ons wat aan toegevoegd wordt. Om meer op en meer daarin te kunnen begeleiden. Nou.
mogelijk onderwijs flexibeler is. Dat de leerlingen daar ook veel meer autonomie in hebben aan de hand van die week. Dus ze moeten niet dat uur die les. Ze hebben die weekplanning. En of dat ze daar nu aan het einde beginnen te werken of aan het begin, dat is helemaal hun keuze, zolang dat ze maar op het einde van de week klaar zijn met de weekplanning. Ook nog een vraag, met welk soort rapport eigenlijk jullie werken? Een cijferrapport of een doelenrapport of ja, nog iets anders? Ja, momenteel is het nog een cijferrapport en een talentenrapport hebben wij ook. Dat talentenrapport is dan gekoppeld, vooral bij onze B-stroom, aan hun praktijkmodules. Dat is een feedbackrapport met kleuren. En ook met onze transversale doelen zitten wij momenteel nog met vlaggensysteem te werken. We hebben pas een grote vergadering over gehad. En er moeten er nog veel volgen, want dat is echt nog niet hoe dat we het willen. Dat zit mee in ons droompakketje. En ik denk een doelenrapport of een feedbackrapport is uiteindelijk hetgene dat de collega's, iedereen hier in een B-stroom graag zouden willen zien verwezenlijkt worden. Dus al zeker voor die transversale gaan we nu kijken of dat er een is om dat ook meer aan de hand van feedback te doen dan aan de hand van cijfers. Ja, voilà. En wat is dan nog meer het feedbackgedeelte? Je hebt je hoofddoel en daarbij een feedback aan de hand van je subdoelen te kunnen geven, zodat ze echt wel weten wat ze behandeld hebben, welk thema, bijvoorbeeld het thema verkeer of het thema ICT, en hoe hun leerling of hun dochter of zoon daar eigenlijk op geanticipeerd heeft. Ja, maar er zijn nog wat andere mensen die dat ook in de chat ook op een gelijkaardige manier werken, zie ik. Er zijn enorm veel vragen rond kennisdeling en ik weet niet wat dat daar de mogelijkheden zijn. Sowieso wordt deze PowerPoint en ja, de adresgegevens van de school wel verder bekendgemaakt en de sessie is opgenomen ook. Maar ik weet niet of dat daar ergens ook nog een site of zo is dat interessant is misschien voor de mensen. Ja, wat we sowieso voorzien hebben, dat zit nog in onze volgende slides, maar ik denk dat dat nu niet echt het moment is om samen filmpjes te bekijken. We hebben sowieso, als het gaat over infrastructuur, wil ik toch nog meegeven, op Boomgaard hebben wij het geluk dat wij daar een nieuwbouw hebben. Op Campus Zenith hebben we dat niet. Maar als je de filmpjes bekijkt, dan merk je ook op Campus Zenith dat we daar toch ook van een klassiek leslokaal eigenlijk ja, toch wel een leeromgeving hebben proberen te maken waarin zowel die klassikale instructie als verlengde instructie als dat individueel werkgroepswerk kan plaatsvinden. Dus kijk zeker ook eens verder in de presentatie, denk ik. En verder in niet-coronatijden ja, zijn wij het wel gewoon en dat er scholen op bezoek komen. Dus dat willen we ook gerust wel faciliteren. De één-op-één vragen, die mogen uiteraard ook altijd aan de school gesteld worden. Ik denk, via het contactformulier op de website kom je sowieso in eerste instantie bij mij terecht. En ik wil dan altijd wel kijken op welke manier ja, er verder genetwerkt kan worden. En ik denk dat Flextra daar zeker ook naar, ja, naar draagkracht, ook naar ontwikkeling van lesmateriaal. En zeker ook als het gaat over het rapporteren via doelen of een andere vorm waar we ook naartoe willen werken. Als daar inspirerende voorbeelden zijn, ook in andere scholen, van harte welkom, want wij zijn denk ik met velen, ook in Vlaanderen, zoekende naar hoe het beheersbaar te houden voor onze collega's. Ik denk, de kracht op Boomgaard is altijd geweest, dat er een aantal leerkrachten binnen Flextra staan, dat die hier en daar ook ja, onderling heel goed communiceren en afstemmen op elkaar, dat ze ook hier en daar ervoor zorgen dat dat er hier en daar een beurtrol is in het ontwikkelen van lesmateriaal, dat het niet altijd op dezelfde schouwers terechtkomt. Maar daar is het zo, daar hebben de collega's, denk ik, voor een stuk voor zichzelf de lat hoog gelegd. Ik merk daar op Zenith, en doen ze dat ook, maar heeft men met de modernisering wel heel eventjes beslist om hier en daar toch ook opnieuw een methode bij de hand te nemen, om dan op termijn terug te groeien naar eigen projectbundels. Ja, daar wou ik nog heel eventjes op ingaan, want ik heb dat ook net gezien. Het is een werkdruk en dat was ook een van de valkuilen toen ze eigenlijk bijna 5 jaar geleden al besloten om een Flextra werking te starten. Dus dat heeft eigenlijk tot nu 5 jaar zeker al geduurd
om voor elk onderdeeltje een bundel te hebben, zodat je hem zelf een beetje zou willen, dan nog eens moeten aanpassen aan de nieuwe eindtermen. Je bent met 4 leerkrachten, ik was hier juist met 3 sommigen, dus dat is echt niet ideaal om dan alles te hebben en zeker niet, ik en een andere collega, wij zijn 1B en 2B, dus je moet dubbel je cursussen gaan schrijven. Maar het loont wel zo hard, want dat is voor mij wel het verschil met toen ik in de tweede graad stond en wel een handboek had. Dat ik nu echt wel weet waar ik over spreek en mee bezig ben. Het schrijven ook aan werkvormen kan denken. En ik geloof u heel hard in die werkdruk. En dat is iets waar wij onszelf de lat heel hoog in hebben gelegd. Want wij zeggen elk jaar dit willen bereiken. En wij hebben een document waar we elk jaar ook in typen. Dit was nog niet goed aan die cursus. Dit moet daar nog in aangepast worden. Dus ik denk dat dat elk jaar ook wel iets gaat zijn om vast te pakken. Maar telkens minder en minder op de theorie en meer op jezelf en je werkwijze. En dat is wel het heel fijne daaraan, eenmaal het lange traject daarin afgerond zou kunnen worden. Ik zie hier nog een heel praktische vraag rond auteursrechten en wat de leerlingen hun bijdrage is in eigen cursus. Het gaat over Formule 1. Echt heel eerlijk in antwoorden dat ons hoofd van Plextra u daar heel veel zou kunnen over vertellen. Genaamd Hanne, maar ik volg eigenlijk heel veel op naar wat deze vrouw ons inspireert. Dus ik kan daar momenteel niet meteen op antwoorden op die vraag. Mijn excuses daarvoor, dat heb ik niet eerst nagevraagd. Maar ik denk daar, net zoals in alle andere scholen het geval zal zijn, ja, leraren doen inspiratie op bij uitgeverijen en proberen hier en daar dingen te bundelen en dan in functie van hun eigen leerlingenpopulatie daar iets op maat van te maken. En dat is een proces waar we denk ik allemaal wat door moeten, voordat je eigenlijk echt kan spreken over eigen cursusmateriaal. Ja, ik zie ook nog anderen in de chat, zoals Katrien, die zegt die inderdaad ook zelf, de meeste werken zelf, een aantal zaken uit. En dat het ook een aantal jaren duurt voordat je, wat jullie ook aangeven. Ja. Teamteachen, hoe wordt dit praktisch georganiseerd bij jullie? Die teamteaching bij ons, afhankelijk van de campus, is dat wat verschillend. Op campus Zenit zijn we erin geslaagd om eigenlijk die 3 klassen parallel te roosteren voor Flextra, de PAV-uren. Dus daar staan 3 leraren tegelijk in die klasruimte. Terwijl de Boomgaard doet dat niet altijd, omwille van ook de wensen van de leerkrachten die in dat team staan, die hier en daar ook 4/5 of half tijds werken. Dat is niet altijd zo evident. Maar anderzijds ook, we hebben dat breed studieaanbod met die verschillende praktijkmodules, met die verschillende basisopties in dat tweede jaar ook. Wat maakt dat je roostermatig dat niet altijd perfect parallel geroosterd krijgt. Maar het is wel de doelstelling om toch voor 2-3 uur sowieso er altijd voor te zorgen dat er meer dan 1 collega tegelijk aan het lesgeven is aan dat leerjaar, zodat ze wel op elkaar kunnen terugvallen. Maar dat blijft een uitdaging, ook naar de volgende jaren toe, om dat toch meer en meer te gaan faciliteren, dat collega's parallel staan. Want dat zou ook naar Britt, Hanne en Joris en Justine echt helpende zijn om ook dat sporenbeleid verder uit te werken tijdens het lesgeven. Maar dat is bij ons zeker nog wel een uitdaging om dat gezet te krijgen. Per klasgroep zijn het er een 12-tal. Ja, per klasgroep 12, dat was ook een van de... Ja. En dan nog een vraag rond evaluaties van Vic, staat er ook tussen. Heeft het tips en tricks rond het optimaliseren eigenlijk van dat doelenrapport? Goh, wij werken momenteel nog altijd via Smart School en we hebben op zich de doelen daar mooi ingekregen en op zich het flyertjesysteem, dat vraagt qua technische know-how een beetje van de collega's, maar ik denk dat het vooral bij onze uitdaging gaat zijn om zeker, want dat valt onder onderzoek en klasraad, die eindtermen worden momenteel via doelen gedaan, dat we daar vooral de focus te gaan moeten bepalen per rapportperiode. En dan moeten we zeggen van oké, tijdens die periode staan die doelen centraal, die worden ook geëvalueerd en gerapporteerd naar de ouders toe, zodat het ook voor ouders en leraren en leerlingen behapbaar is, de feedback die via de doelen gegeven wordt. Ik denk, wij blijven op zoek naar kansen binnen Smart School om doelgericht beter te gaan rapporteren, maar durven ook wel buiten Smart School op zoek te gaan naar andere en betere platformen op dit moment.
maar we hebben het nog niet gevonden. Kijken of dat er vragen zijn, anders hebben we nog een drietal minuutjes. Ondertussen zit Britt ook wel in de chat te antwoorden op een aantal vragen rond het aantal leerlingen, heb ik gezien. 12 en dan in de andere klas in de tweede 16. En dan wat teamoverleg, want dat was ook nog een vraag dat we erop hebben ingegaan. Eigenlijk is er heel veel informeel overleg. Dat gebeurt dan vaak in de Agora's. Sowieso op donderdag staat er ook een teamvergadering met de coördinator elke week gepland. Nu is het zo natuurlijk, met corona hebben we onze speeltijden eerste jaar, tweede jaar anders georganiseerd, waardoor dat je zo soms geen gemeenschappelijke middag of geen gemeenschappelijk springuur hebt. Maar in andere jaren faciliteren we wel een uur wat vrijgeroosterd wordt om dat overleg te faciliteren. Zijn er nog vragen? Misschien eventjes wachten, want soms zit er wat vertraging op de chat. Nee, denk ik. Dan dank ik zeker ook Wesley en Britt om de interessante uitleg, de inspiratie ook vanuit jullie school, vanuit jullie werking, mee te geven aan iedereen hier. Zoals in het begin ook aangegeven wordt, zowel de presentatie als dan de sessie zelf werd opgenomen. Dus kunnen jullie ook nadien raadplegen. Die zal via de organisatie, via mail ook aan iedereen de linken bezorgd worden, nog denk ik vandaag of morgen. Wie toch nog interesse heeft, kan nog altijd eens klikken op de knop netwerken. Misschien dat daar nog een deelnemer blijft hangen. En anders is eigenlijk de studiedag voor vandaag afgesloten. Bedankt iedereen voor de heel interactieve deelname. Tot ziens.